Benny vanuit het businesszoon van de voetbalvereniging Nunspeet. Napraten over de wedstrijd Nunspeet SV ZW vanmiddag 0-3 overwinning voor de ploeg uit Wierden. Philip Achteres, trainer daarvan. En aan de andere kant assistent-trainer Frans Bronckhorst. En ja, vanwege ziekte van Erwin Dem, althans Erwin was er wel vanmiddag, maar is direct na de wedstrijd vertrokken. Voelde zich niet goed, wenste natuurlijk beterschap. Napraten over deze wedstrijd doen we eerst met de trainer van de gasten. Philip, 0-3, een zakelijke overwinning zou ik willen zeggen. Ja, dat heb je wel. In de bus zei je wel weinig gaten, geen blessures en een 0-3 overwinning. Ja, zo ga je naartoe. Duidelijk, alleen ja, op basis van de tweede helft, denk ik, kwam achteruit te lopen op jouw vragen. Denk ik dat we best wel geluk hebben gehad. Ja, ligt dat eens verder toe? Nou, de eerste helft waren we weer meester. Een onrast van die terugspelbal die we bijna nog om de oren krijgen, was een beetje dom van ons. En ik denk dat we ja, de eerste helft best goed speelden. Mooie combinatie voetbal, veel kansen gehad. Ik denk sowieso 3-4-0 had best wel gekund, voor mijn gevoel. Maar misschien ben ik iets te optimistisch, maar wel denk ik wel dat we voor kunnen staan met meer dan 1-0. Ja, en dan ga je de tweede helft vinden, dus iedereen een pasje minder. En dat zie je. En dan qua combinatiespel werd het minder en Nunspeet ging wat opportunistischer spelen. En die hoop energie en wij vergaten te voetballen. Ik denk dat we daarna wat kansen tegen krijgen en die zijn kleintjes ook. En dan zit het een beetje mee en dan maak je nog een goal en dan is het over. Frans, je begint vanmiddag met Marcelo Besselsen voor Frank Broersenboom. Frank Broekse ziet hij deze week niet getraind, dus dan kun je niet starten op zaterdag. Maar wel de mismiddag van vorige week. Ja, maar goed, dan kun je ook de rest van de groep niet maken als iemand anders gaat spelen. Dus dat hij niet de energie heeft om 90 voor een bak te gaan. Ja, dan die beginfase van de wedstrijd. Philip zei het al, het is met name wat Nunspeet teruggedrukt wordt in de eigen 16. Ik denk dat het met name de eerste 25 minuten heel moeilijk hebben gehad. En wat Philip inderdaad terecht zegt, denk ik dat na een kwartier misschien al wat dingen ook al leuk. Dat ze hele grote kansen krijgen. Daarna gaan wij iets meer compact staan, iets verder terug. En laten we wat meer voetbal van achteruit. Waardoor we denk ik minder kansen en minder ruimte weggeven. En ja, dan krijg je een half uur denk ik zo'n beetje wat ongelukkige penalty tegen. Ik denk dat hij die bal nooit kan zien tegen zijn helemaal graag. Maar goed, wat dan gegeven was het 1-0. En dan is het gewoon een kwestie van 1-0 vasthouden per rust, dan blijf je de wedstrijd. Ja, los van wat er dan gebeurde, er wordt duidelijk als een hensbal wordt het strafschop gegeven. Wat gebeurt er? De keeper komt uit, Jean Poot komt uit en ook Peter Huig is erbij. Wat zijn de afspraken nu eigenlijk? Want ja, eigenlijk is er een communicatiestoring. Ja, afspraken, dat is een inschatting van die spelers in de wedstrijd. En dan moeten ze inderdaad communiceren. Misschien moet Jean niet komen, misschien wel, maar... Weet je, Peter die staat in een circulaire situatie, die draait volgens mij weer in richting de bal en krijgt het tegenzijde bal. Ja. Dan heb je pech. Is de wedstrijd op dat moment eigenlijk voor jullie al in het slot? Dat denk ik niet, want zolang het 1-0 blijft, krijg je altijd een keer een kans. En dan kun je zelfs in de laatste minuut nog een gelijkmaker scoren. Dus volgens mij moet je dan gewoon zo dat je die 1-0 zo lang mogelijk vasthoudt en hopen op die kansen die je hebt. Ja, dan krijgen we die tweede helft. We hadden het er al eventjes over, Philip. Is het eigenlijk Nunspeet wat de meeste kansen heeft, hè? Jullie zijn wel wat efficiënter in die twee kansen die je krijgt. Die score je ook direct. Maar het is Nunspeet wat de kansen heeft. Ja, zeker. Ze hebben denk ik al 2 of 3 hele goede kansen gehad om in elk geval nog een goal te maken. Maar goed, dan was het volgens mij kwamen die kansen op een 2-0 voorsprong bij ons, dacht ik. Dus dan was het 2-1 geworden. Was het nog niet helemaal nog niet verloren. Dus je moet dat ook wel in perspectief plaatsen, denk ik. En alleen waar wij onszelf kwalijk kunnen nemen, is dat in de eindpaas met name om het gewoon weg te counteren naar 4, 5, 6-0. Maar dat is best wel gekund. Dus we hebben best wel daarin wat kansen laten liggen. Maar goed, uiteindelijk moet je ook je zegeningen tellen, toch? Uit de Nunspeet 0-3. En je doet, en je blijft meedoen. Sterker nog, je blijft aan de leiding. Ja, nou ja, de uitslagen zijn nu gunstig. Wij willen graag bij de top 3 eindigen. Dus dat is niet zo dat we daar nu alweer voor terug zijn voor de titel. Alleen als je zo hard degradeert als wij vorig jaar. Met 11 nederlagen op rij. Ja, dat doet wel wat met een team. Dus, maar goed, we hebben ook wel aardig wat mutaties gehad. Maar het is niet zo dat wij direct weer denken dat we kampioen moeten worden. We gaan gewoon voetballen en dan proberen we lang mee te doen. Dan moeten we dit soort wedstrijden winnen. Wat is dan leuker, eerste klasse of hoofdklasse? Ja, de hoofdklasse is natuurlijk het mooiste. Dat wil iedereen spelen en dat wil je als trainer ook. Ja, maar dan ben je speelbal van die anderen. Ja, dat heb je soms. Maar ja, goed, dat is zo. Ja. Maar ja, dat hoor iedereen ambieert het hoogste, tenminste dat hoop ik. En ja, natuurlijk hoofdklas is mooi, maar dat seizoen wat wij hebben gehad was natuurlijk zwaar, want dat wil jij al. Het is wat meer plezier, ja, als je in de bus hebt, je nu een leukere terugreis uit begin huilen bijvoorbeeld. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Frans, de tweede helft. Ja, kansen zijn er zeker. Maar het is opnieuw het afronden van. Ja, nou, je komt natuurlijk in eerste instantie al te vroeg op 0-2. Ik denk dat toen we naar rust dat zij 0-2 maken, dan wordt het natuurlijk alweer een moeilijke wedstrijd. Het was wel heel makkelijk, hè, vanaf rechts dat die bal kwam en het inkopen door Ter Hocht. Ja, ik moet hem nog terugzien, maar ja, hij stond inderdaad wel heel vrij. Ik heb niemand van ons in de buurt gezien, dus ik weet niet precies waar hij vandaan kwam, maar dat gaan we nog wel terugzien. Ja, dan is het 2-0 en dan wordt het gewoon heel moeilijk. Maar goed, als je kijkt wat voor kansen wij daar nog krijgen. En misschien is dat niet aan het mooi voetbal, maar als je één keer met de keeper staat, mag hij er wel een keer in. Mag hij er wel een keer in, maar we hebben het gezien de afgelopen weken natuurlijk, dat juist de kansen er voor Nunspeet zijn, alleen niet afgemaakt wordt. En het moet toch een keertje eruit gaan komen. Ja, maar goed, daar hebben we al weken over, we missen te veel kansen. Maar ja, misschien doet iemand wel wat goed, komt de keeper op het juiste moment uit. En, kun je ze jongen verwijzen dat die jongen zag die wel ook in schieten. Dus ja. Wat dat betreft heeft Jean Poot vanmiddag ook wel laten zien dat hij er stond waar hij voor staat. Ik denk dat hij een goede pot gekiept heeft inderdaad. Ja, die, volgens mij kom je daar tegen ons niet heel goed aan. Philip, vergeleken de wedstrijd van vorige week 6-0 tegen Barneveld. Was dit nou lastig, hè? Nou, Barneveld viel me wel wat tegen. Dat moet ik wel zeggen, we hadden daar iets meer van verwacht. En, maar goed, ze hadden waarschijnlijk ook zelf nog deed als die trainer dan mag geloven. Ja, lastiger. Ik denk gelijkwaardig eigenlijk. Ik denk dat we onszelf in de spiegel moeten kijken dat we jullie nog wel in de wedstrijd hebben gehouden. Maar dat is ook kwaliteit van jullie. Dus uiteindelijk denk ik een beetje hetzelfde. Jullie hebben 3-3 gespeeld tegen Barneveld, dus klopt wel. Ja, maar toen stonden we na 80 minuten nog met 3-0 voor. Ja, dat weet ik. Maar goed, ja, het zijn nu 90 minuten. Ja, altijd in die slotminuten. Nou, daar hebben wij vorig jaar ook ongeveer 28 keer verloren in de laatste minuut. Dat is toch leuker in de eerste klasse. Ja, zeker, maar ik moet wel wat recht zetten. Vorig jaar wonnen we 2 keer nog geen en de meerwedstrijden hebben we niet gewonnen. Nou, in ieder geval succes dan de rest van het seizoen. En we zien elkaar straks sowieso weer bij jullie in Wierden. Ja, Frans, maar even verder vooruitkijkend. Wat moet er gebeuren? Ik denk niet zoveel bijzonders. Ik denk dat we op deze manier verder moeten gaan. En, ja, we tonen ook de bereidheid om voor elkaar te werken en energie erin te leggen. En dan is die kwestie van dat die bal nog een keer goed van deze kans in de keer. Ja, want nu was het Wierden, de koploper, volgende week Bennekom uit. Ja, wat weer een zware. Maar goed, dan kun je alleen maar punten halen, denk ik. Als wij daar resultaten hebben, dan is het gewoon meegenomen. Dan is het Jonathan van het Hof weer terug, na zijn blessure meevallen, dat het toch redelijk snel alweer dat hij hersteld is? Ja, het is goed om er weer bij te hebben. Hij heeft van de week voor het eerst de hele training meegedaan. Mocht vandaag een maximaal half uurtje. En ja, het is gewoon lekker om weer wat aan de kwaliteit erbij te hebben. Dus gaan we kijken vandaag. Oké, succes. Dankjewel. Dit was het. Napraten over de wedstrijd. Nunspeet SVZW vandaag gespeeld hier op de Wildzang. Eindstand 0-2. Succes met de video. Zou het lekker winnen. Zou het lekker winnen. Zou het lekker winnen. Zou het lekker winnen. Succes allemaal.